allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ben Puk, ik zit op de Sebastiaan in groep 7-8. En vandaag ga ik de school laten zien. Blijf kijken! De Sebastiaan zit in het gebouw van Dok Zuid. Het lijkt super groot, maar valt wel mee. Ik ken het gebouw op mijn duimpje. Ik ga jullie nu een rondleiding geven, kom maar mee. De peuters kunnen hier lekker rennen en spelen in de peuterspeelzaal. In de vakanties of na schooltijd kunnen de kinderen hier in de BSO nog even gaan spelen. Als je alle boeken van je school al uit hebt, dan heb je hier in de Biep nog veel meer boeken. Dit is mijn favoriete, super grote gymzaal. Oh, volgens mij begint de les zo. Kom snel naar klas. Hey, goedemorgen Puk. Goedemorgen. Hey, hoe is het? Goed. Ja, wat ben je aan het doen? Een vlog over de school. Wat leuk. En dan kom je even laten zien hoe wij iedere ochtend beginnen. Ja. Ah, kom binnen. Iedere ochtend lezen we hier een kwartier lang. En ik heb net het boek Leven van Loes uitgelezen, want dat boek is superleuk. We zijn nu klaar met lezen. En na lezen doen we nog veel meer met taal. We hebben ook een woordenmuur op de Sebastiaan. Daar staan iedere week weer nieuwe woorden op. En dan leren we ook wat de woorden betekenen. Elke dag na het lezen doen we een dicté om de woorden beter te leren. Juffrouw Rian, wat doen we eigenlijk nog meer met taal? Ah, even denken hoor. Nou weet je, bij de kleuters werken ze met logo 3000. Wat is dat? Nou, dat betekent dat ze 3000 woorden moeten leren. Wow, dat is echt heel veel. Ja, veel hè? Gewoon die kleutertjes. Pauze! Ik ga nu aan verschillende vrienden en vriendinnen vragen waarom ze de pauze zo leuk vinden. Je kunt gezellig met vriendinnen spelen. Je kunt gezellig met ze praten. En ja, dat vind ik er gewoon zo leuk aan. Omdat je hier zo heel veel speelruimte hebt. En ik hou heel veel van voetballen en dat kan je hier. Ik hoorde dat groep 4 kitetraining. Kom, gaan we erheen. Juffrouw, mag ik meedoen met kitetraining? Ja, tuurlijk Puk. Yes. Nou, jongens, we gaan vandaag kitetraining doen. En met kitetraining leren we hoe we met onszelf en ook met elkaar om kunnen gaan. En ik zou heel graag een vertrouwensoefening willen doen. En wie zal zich willen durven laten vallen? Ilena, jij? Ja, kom maar. Zijn jullie te vertrouwen? Ja. Wauw. Ik vind de kitetraining ook heel leuk. Maar wat vind jij leuk aan de kitetraining? Dat je er heel veel van kan leren. Dat je spelletjes kan doen over de kitetraining. En dat je elkaar kan helpen. Kampioenen! Oh, ik heb een superleuk idee. Wat nou als Mirella vanmiddag de school rondleidt? Ja, dat lijkt me superleuk. Kom hier met die camera. Hallo allemaal, ik ben Mirella. Ik zit in groep 8 van de Sebastiaanschool. Ik ga jullie vanmiddag rondleiden. Kom mee. Moet je hier eens kijken. Ze zijn hier aan het samenwerken. Volgens mij zijn ze aan het tutor lezen. Wat ben je aan het doen? Tutor lezen. Dat is eigenlijk lezen, maar dan met iemand anders die goed kan lezen. Zodat Elena in dit geval beter kan leren lezen. Nou, ik vind het wel leuk dat ik haar daar een plezier mee kan doen en dat ik haar kan helpen. Wat vind je fijn aan het samenwerken? Nou, dat je voor elkaar kunt zijn en dat je van elkaar kunt leren en andere mensen kunt helpen om beter te worden. We werken natuurlijk ook samen in onze eigen klas. We zijn in groep 3 bezig met mix en koppel. Ik heb het woordje raam en ik moet nu het verkleinwoordje zoeken. Ik ben koppel net niet binnen. We werken ook samen in groepjes. Dan heb je je oog en je schoudermaatje. Daarmee kun je dingen overleggen en kun je ook antwoorden controleren. Zo werken we samen in de klas. Doei! Doei! Op school werken we veel met computers en tablets. Met Snapchat doen we rekenen en spelling. Kijk maar. Ook gebruiken we internet om informatie op te zoeken. Voor bijvoorbeeld een werkstuk of een PowerPoint. Dat was het. Zo, dit was onze school. We hebben in ieder geval goed ons best gedaan voor deze vlog en we hopen dat jullie veel kijkplezier hebben gehad. En we hopen ook dat er nog veel meer leerlingen op deze school komen. Omdat we deze school zo super leuk vinden. Doei!